Hallo, ik ben Daan van Cannenburg Caravans & Campers in Almere. En leuk dat je kijkt. In deze video besteden we aandacht aan deze fietsendrager. Dat is de Thule Superb Short Version. Nou, wij Nederlanders zijn dol op fietsen en nemen dan ook graag onze eigen fiets mee als we met de caravan op pad gaan. Er komt natuurlijk de keuze, hoe ga ik die vervoeren? Ga ik ze vervoeren op het dak van de auto? Ga ik ze vervoeren in de caravan? Of ga ik ze gaan vervoeren op een daarvoor bestemde fietsendrager? Nou, dat laatste mag voor de hand liggen natuurlijk, zullen wij zeker aanraden. Desalniettemin, als je fietsen vervoert in je caravan, heb je zeer snel beschadigingen aan je interieur. In de wagen zelf je fietsen vastzetten is zeer moeilijk, wat ervoor zorgt dat die fietsen natuurlijk kunnen gaan bewegen. En wat weer voor instabiliteit zorgt van de caravan en een slechte wegligging. Ja, en het plaatsen van de fietsen op het dak van je auto is natuurlijk een hels karwei. Gelukkig zijn er een paar goede oplossingen. Nou, er is een keuze natuurlijk wat betreft de fietsendrager. Plaats je hem voor op de dissel of plaats je een fietsenrek achterop de caravan. Zoals altijd zijn er beide voor- en nadelen te noemen. Het plaatsen van een fietsendrager op de voorzijde heeft in ieder geval een heel groot technisch voordeel voor wat betreft de wegligging van de caravan. Je verlengt je caravan niet. Dat maakt dat er minder snel kans kan zijn op een slingerbeweging. Dus dat is een groot voordeel. Nadeel van een fietsenrek op de voorzijde daarentegen is dat die weer, je plaatst het gewicht voor op de wagen, dicht bij de trekhaak, dat die één of die twee fietsen een behoorlijke druk op je kogel gaan geven en wellicht wel een te hoge kogeldruk. Nou, dat is een belangrijke afweging bij onder andere bij het maken van een keuze van een fietsendrager. Zit je al met een caravan waar je bijvoorbeeld al heel veel druk aan de voorzijde hebt, dan kan toch die overweging zijn om het rek achterop te plaatsen beter fungeren, omdat dat wat meer contragewicht geeft. Nou, kom je er wel goed mee uit? Dan zou ik zeggen, kies in eerste instantie voor een fietsendrager op de voorzijde. Op de voorzijde is het ook altijd makkelijker om bijvoorbeeld twee wat zwaardere, en we hebben tegenwoordig veel e-bikes, te plaatsen qua constructie. Waarom de keuze voor de Thule Superb Short Version? Nou, dat is gelegen in het feit dat deze drager een drager is die is zo geschikt voor twee e-bikes. Dus hij is ook geschikt voor de wat zwaardere fietsen. Er zijn een aantal modellen, andere voorlopende modellen, die mogen maar maximaal bijvoorbeeld een 15 of een 19 kilo per fietsgoot hebben. Daar redt u het eigenlijk met een e-bike niet mee. Zelfs met het wegnemen van de accupartijen zijn die fietsen nog te zwaar. Waar zit hem dat in? Dat is hem dan dat die goten eigenlijk dat gewicht niet kunnen dragen, dus die goten zullen verbuigen. Dat de stevigheid van het rek onvoldoende is, dus bij een goede remactie zal het rek gaan verbuigen. En een ander probleem waar je tegenaan loopt is dat de afstand, bijvoorbeeld bij twee fietsen, tussen die goten onvoldoende is. Die goten staan te dicht op elkaar, waardoor je eigenlijk die twee fietsen ook niet goed op het rek kan. Nou, de Superb Short Version. Dat Short Version dat staat voor het feit wel dat deze goten op een afstand staan van 20 centimeter bij elkaar. Terwijl zijn grotere broertje, dus de Thule Superb, dus niet de Short Version, dan is die afstand 28 centimeter. Nou, je zou denken, dat is idealer als je twee e-bikes hebt. Ervaring leert vaak dat die gewone Superb eigenlijk zodanig groot is dat de ruimte op de dissel bij de caravan onvoldoende wordt. Waardoor je hem eigenlijk niet meer goed kwijt kan. Hij loopt of aan tegen de disselbakklep, komt te dicht op de auto, de handrem of het neuswiel komen in de weg te zitten. Dus eigenlijk de meest geschikte keuze is de Superb Short Version. Waarom dan deze variant en niet een simpelere variant buiten de zaken die ik u net heb uitgelegd? Nou, deze versie is een kantelbare drager. Nou, waarom is dat voordelig? Nou, dat is voordelig op het moment dat je toegang tot je disselbakklep zou willen hebben. Deze drager die heeft een vergrendelsysteem waarmee die onder transport geborgd zit. Deze hendels die kunnen dus op deze manier losgemaakt worden. En wat je vervolgens dan de vrijheid geeft om het rek naar voren toe te kantelen. Op deze wijze. En dat maakt het mogelijk om bij caravans waarbij de disselbakklep zo ook naar voren toe uitzwaait, om toch die klep te kunnen openen. Nou ja, en dat is natuurlijk handig als je nog even wat praktische zaken wil doen, als je je gasfles wil aansluiten, ontkoppelen en dergelijke. Dus dat is een erg praktisch voordeel van deze drager. En maakt hem dus ook geschikt eigenlijk voor vrijwel alle caravans. Want er zijn ook andere modellen op de markt, denk bijvoorbeeld aan een drager die schuifbaar is. Die zal hier niet op deze caravan niet kunnen, vanwege dat uitslaande gedeelte van de disselbakklep. Die loopt tegen die schuifbare drager aan en je kan geen toegang krijgen tot je disselbak. Dus dat is opgelost met deze drager. Daarnaast heeft hij een goede tweetal afstandhouders. Er zitten standaard een korte en een lange afstandhouder op, waarbij ook een slot is aangebracht in de bek.
Ja, dus deze bek die kun je opendraaien, die schuif je om je frame heen en die zet je daarna op slot, waardoor meteen je fietsen beveiligd op je rek staan. De mogelijkheid bestaat ook om een arm zoals deze niet bovenop te plaatsen, maar om nog te verschuiven hier naar de zijkant. Dat is een beetje uitvogelen met je fietsen, waar de stangen zitten en hoe dat praktisch uitkomt. In de regel zullen we het advies geven natuurlijk de zwaarste fiets zo dicht mogelijk bij de caravan, oftewel zo dicht mogelijk naar de as toe. Dat is weer gunstiger ook met oog op de kogeldruk die je daarmee wat vermindert. Het vastzetten van de fietsen op de goten, dat gebeurt door middel van dit systeem hier. Er zijn spanbandjes die gaan om de wielen heen, die doe je door de spaken, die steek je erin. Nou, je hoort aan het ratelsysteem, kun je dat op deze wijze mooi aantrekken. Deze puntjes die zijn wat te verschuiven. En dat zit op elk van de goten aanwezig. Zoals gezegd, voordat je gaat rijden is het van belang dat je de klemmen even dicht zet. Zodat de rek natuurlijk niet met gas geven naar voren komt. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat op het moment dat je fietsen op je drager hebt staan en je zou hem naar voren toe kantelen, dat ook die fietsen mee kantelen. Dus dat kan even iets zijn om rekening mee te houden wat betreft de auto. De ene afstand tot de trekhaak en de achterzijde zal wat verschillen van de andere auto. Maar dat je daarmee oplet. Daar is een beveiliging in aangebracht in het rek. Dat is dan door middel van een verstelbare staalkabel op de achterzijde. Hier, je ziet het nu, die blokkeert op dit moment dat het rek tot deze stand komt. Deze kun je verstellen ook, middels de schuifblokjes die hier op de zijkant zitten. Door die wat te verplaatsen, even los te draaien en te gaan verplaatsen, kort ik die kabel in. En voorkom ik bijvoorbeeld dat die op een bepaalde stand zou komen waarbij die in aanraking komt met mijn auto. Dat is ook een veelgestelde vraag van ja, zo'n rek op de dissel. Krijg ik dan geen probleem op het moment dat ik een scherpe bocht maak met mijn auto in caravan, dat mijn fietsen de auto indraaien. In de regel zal dat bij normaal vooruitrijden eigenlijk nagenoeg nooit kunnen gebeuren. Omdat een auto en een caravan kun je bij het vooruitrijden niet in één keer in een scherpe hoek krijgen. Die problemen die ontstaan eigenlijk vooral bij het achteruitrijden, bij het rangeren. Dus bij het achteruitrijden kun je auto-caravan combinatie makkelijk een schaarbeweging maken, waardoor je inderdaad dat kan ontstaan. Dus met name bij het achteruitrijden, als je fiets op je rek hebt staan, let even goed op dat je niet te scheef komt te staan. Goed, wat willen we verder nog even weten van de rek qua technische specificaties? De rek zelf natuurlijk genereert ook wat druk op de kogel. Dit is rek zelf heeft een 9,6 kilo eigen gewicht. Per goot mag je er maximaal een 30 kilo op plaatsen. En zo kom je aan een totale belasting voor de rek van een 60 kilo. De rek bestaat ook nog in een black version. Dat heeft dan als voordeel dat hij een zwarte kleur is. Misschien ook een nadeel, maar net wat je mooi vindt. Maar het onderscheid zit daarin, die heeft een wat grovere wielgoot. Wat weer praktischer kan zijn als je bijvoorbeeld mountainbikes met van die lekkere dikke wielen hebt. Dan kan dat net even mooi uitkomen. Laat je bij de montage altijd even goed voorlichten of laat het natuurlijk gewoon door een professioneel bedrijf doen. Wat van belang is natuurlijk op het moment dat zo'n drager op de dissel wordt geplaatst, dat die goed op de dissel wordt gezet. Boor niet in uw chassis. Absoluut onveilig. Zorg dat die beugels goed eromheen komen, goed vastzitten. En houd er rekening mee dat de oplooprem-inrichting nog steeds goed kan functioneren, inclusief handrem. Goed, ik hoop dat ik je wat wijzer heb gemaakt. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Wil je wat meer weten over caravans, campers of andere technische zaken? Abonneer je vooral op ons kanaal. Bedankt voor het kijken.